Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Ik heb een hele heftige avond achter de rug. Een hele echt hele heftige avond waar vriendschap en einde van vriendschappen allemaal samenkomen. Vriendschappen, daar bedoel ik Joost, Ramon en Kevin mee. Die mij niet, die me niet verlaten hebben. Ze hebben me gesteund, ze zijn bij mij gebleven, stonden aan mijn kant, mijn zijde. En een vriendschap die, ik dacht dat het een vriendschap was, maar die vriendschap die is over en uit. Ik heb decembermaand heel wat ruzies gehad. Dat betekent ook het einde van de It's Ultrex BV. Inmiddels hebben we Dynamite Inc. en we hebben besloten om bij moeilijke periodes elkaar niet af te vallen. Dat was het woord wat ik net wou zeggen. En elkaar bij te staan in moeilijke tijden. De treffende persoon, ik zal geen namen noemen, heb ik ook niet in de livestream gedaan, doe ik nu ook niet. Ik heb het gevoel dat ik er alles aan gedaan heb om het toch goed te blijven houden. Ik ben kalm gebleven tot het laatste, op een gegeven moment het laatste kwartier kon ik dat niet meer. Bied ik ook niet mijn excuses voor, want ik heb het echt tot het laatste opgehouden. Maar op een gegeven moment is voor mij ook de kous af en is het afgelopen. Ik heb er alles aan gedaan om, om toch te proberen de vriendschap te behouden. Ik tref mij geen blaam. Maar ik heb wel een ontzettend rot gevoel, omdat ik iemand had die ik dacht te kunnen vertrouwen. Gaf ik heel veel om als vriend zijnde, want dat moet ik er nog eens even bij zeggen. Want er is ook af en toe nog wel eens misverstand over. Ik wou een vriendschap wou ik hebben. En ik kreeg... Op een gegeven moment kreeg ik de schuld van dat ik het persoon afstootte. Nou, ik probeerde het persoon zelf probeerde ik juist vast te pakken en mee te sleuren in onze groep. De betreffende persoon zag dat anders. En eigenlijk was het het betreffende persoon wat mij wegduwde en afstand nam. Ja, en dan kom je met rare dingen als... ik wil nog wel verder met de groep zonder jou. Ik ben degene waar je altijd problemen mee hebt. Of jij hebt altijd problemen. Jij bent degene die... denk dat wij vriendschap hadden, maar we hebben helemaal geen vriendschap. Terwijl ik voor diegene een uur in de auto heb gezeten. Een uur heen, een uur terug. Helemaal naar Noord-Holland gereden. Dan weten jullie wel wie ik bedoel. Moeilijk allemaal. Heel moeilijk. En ik had toch echt heel veel vertrouwen in haar. En dat vertrouwen dat is weg en dat... komt nu in ieder geval nooit meer terug. Ik ben nog wel heel erg verdrietig erom dat ik diegene als vriend kwijt ben geraakt. Maar ik denk niet meer dat ik het goed ga maken als het ooit nog zo te sprake komt. Ik denk dat ik gewoon een punt erachter moet zetten. En gewoon afscheid moet nemen. Ik kreeg toen ook nog het gevoel... Of ik zei toen ook nog van, joh,
dan is dit echt het allerlaatste. En toen, dan wordt er gewoon ijskoud wordt er gewoon ja gezegd. Het boeit degene niet meer. Ik zeg, nou, dan hoef je ook mijn livestream niet meer te zeiken. Nou, dat was ik over plan om jouw livestream niet meer te bekijken. En jouw filmpjes niet meer te bekijken. Ja, van zulke soort dingen allemaal. En gewoon ijskoud. En gewoon ijs en ijskoud. Gewoon, ja, gewoon ijskoud zijn. Niet interesseren in iemand anders. We hebben hele leuke Skype momenten hebben we gehad. Maar het is echt afgelopen. Het is echt afgelopen. Ik ben voor diegene helemaal 2 uur in de auto gezeten. 2 uur heen, 2 uur terug. Of een uur heen, 1 uur terug. Ik heb aardig wat gereden. En dan krijg je dat als dank. Dus dank voor dank dus. En ja, we hebben mensen bij ons in de groep. Die zetten zich eigenlijk heel makkelijk overheen. Hebben echt zoiets van, nou ja, oké. Ik draai de knop om en ik stap er met een grote boog overheen. En we gaan weer door met het leven. En er zitten 2 mensen bij ons in de groep. Die hebben daar heel erg veel moeite mee. En kunnen heel moeilijk die knop omschakelen. En dat is Kevin en mij. Ik wil in ieder geval wel mijn crew, Joost, Kevin, Ramon, wil ik heel erg bedanken voor de steun die ik deze avond gehad heb. En ja, ik ben gewoon helemaal leeg. Ik ben helemaal op. Ik ga dadelijk slapen, proberen te slapen, want ik zit alleen nog maar met de gedachte dat het echt over en voorbij is. En ik dus nooit meer een gezellig Skype moment heb met diegene. Nooit meer leuke Skype livestreams, nooit meer praten met elkaar, nooit meer een dolletje, nooit meer lachen. Maar ik ben daar niet schuldiger door. Dat is dus het betreffende persoon zijn schuld. Die wou niet meer verder. Dan vind ik het helemaal schandalig dat je dan zegt van, ja, ik wil nog wel verder met de groep, maar niet meer met jou. Terwijl een paar weken, een week of 3 geleden, ik nog schuldig werd geacht aan mensen buitensluiten. Nou, als jij met alleen nog maar de andere door wil gaan en niet met 1 persoon. Volgens mij is dat buitensluiten, maar goed. Het is heel erg emotioneel. Ik ben er heel erg verdrietig van geweest. Ik heb echt zitten huilen. Ik zag het niet meer zitten. En, ja. Ik moet het gewoon vergeten. En ik moet de persoon gewoon vergeten en doorgaan. Hoe moeilijk dat ook is. En het is ook heel moeilijk. En de ene die kan er heel erg goed mee omgaan en de ander niet. En ik heb al zitten denken om een andere persoon te vragen. Een oude persoon. Een vrouwelijk persoon. Een oude persoon en een vrouwelijk persoon. En ja, ik weet niet of dat diegene het wil, maar ik heb eigenlijk aan 1 ding heb ik eigenlijk behoefte in die groep. En dat is iemand die vrouwelijk is en oud en ouder is. Of nou ja, niet ouder als mij, want ze is voor mij jonger als mij. Maar in ieder geval een oude persoon, vrouwelijk. Een beetje een regel iemand. Iemand die regelt, moderate op de chat. Ja, zulke soort dingen allemaal. En dat, daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Ik weet wel iemand al, maar ik heb diegene nog niet gevraagd. Ik weet nog niet of ik het ga vragen. Ik moet er nog over nadenken hoe ik dat ga doen. Ja, en dan is het toch echt
over en uit na verschillende ruzies is nu dan echt de avond aangebroken dat het echt helemaal afgelopen en klaar is. En ja, dan word je nog voor alles uitgemaakt. Dan word je nog uitgescholden. Nou, en toen ben ik dus. Toen kon ik mijn eigen niet meer beheersen. En toen ben ik dus ook uit mijn pan gegaan. Uit mijn plaat gegaan. Heb ik teruggescholden. Ja, oké, het is niet goed. Ik weet het. Ik ben er niet trots op dat ik teruggescholden heb. Maar op een gegeven moment voel je je eigen zo machteloos en hulpeloos. Voel je je eigen. En ja, als je dan al 3 keer met zo iemand ruzie gehad hebt en ja, nu weer een grote ruzie en het ja, eigenlijk nergens op slaat, dat die ruzies nergens over gaan, nergens op slaan en zulke soort dingen allemaal. Ja, dan heb ik zo het idee van ja, is het nog wel verstandig om met zo'n persoon door te gaan? En dan denk ik bij mijn eigen zelf, nee. Dus ik, ja, zij heeft eigenlijk de knoop zelf doorgehakt. Ze wou eigenlijk niet meer met ons samen gaan. In ieder geval met mij niet meer. Nou ja, als je mij kwijt bent, dan ben je heel de groep kwijt. Want die jongens staan allemaal achter mij, gelukkig. Daar ben ik wel heel erg blij om. Maar toch, op de een of andere manier kan ik dat niet afsluiten. Heb ik daar toch moeite mee om dan afscheid te nemen van zo iemand. Ja, zeker omdat ik toch vertrouwen had en toch ook hele leuke Skype-avonden heb meegemaakt. Met volop lachen, leuke dingen, grappig, hele grappige dingen. Maar ja, op een gegeven moment gaat het gewoon niet meer. Is het gewoon op? Is de koek op? Is het gewoon afgelopen, uit en klaar? Dus dat is eigenlijk een beetje hetgene wat er allemaal vanavond allemaal gebeurd is. Ik heb heel erg zitten twijfelen om hier een vlog over te maken. Maar ik heb het toch gedaan. Ik heb geen namen genoemd. Dus nogmaals, als de persoon komt met je hebt mij genoemd. Nee, ik heb jouw naam niet genoemd. Ik heb alleen gezegd dat het een vrouwelijk persoon was. En ik heb de naam verder niet genoemd. De naam mogen jullie zelf invullen. Sommigen kunnen het misschien wel raaien wie ik bedoel. Maar ik noem geen namen. Pff, allemaal moeilijk, moeilijk allemaal. En het is helemaal nergens voor nodig. Het enige wat ik vroeg aan diegene was gewoon vriendschap. En mee te doen aan een leuke groep. En als je dan ook nog het verhaal krijgt van ja, wij waren helemaal geen vrienden, dan, ja, dan is het helemaal snel afgelopen. En als ze dan ook nog komen met de redenen van ja, maar jij doet elke keer raar tegen me en dit en dat. Ik zeg nou, ik vind het toch wel heel erg raar. Ik ben ruim een uur teruggereden in de avond. En als ik iemand niet zou mogen of ik zou aan iemand een hekel hebben. Ik zou aan iemand, ik zou met diegene geen contact hebben. Dan zou ik niet een uur heen en ruim een uur terug rijden voor diegene. Dus wat mij betreft ja, is het dus gewoon nooit, ja. Ja, het is gewoon heel moeilijk. Ik weet niet hoe ik het verder moet uitleggen, maar ja, als je een uur heen en een uur terug rijdt van iemand, ja, dan ja, dan doe je dat toch omdat je iemand mag, volgens mij, lijkt mij. Je gaat niet voor je plezier een uur heen en een uur terug in de donker, in de kou rijden. Dus wat dat betreft veeg ik dat argument van tafel. Nou, wat dat betreft voor deze vlog. Ja, ik weet het. Het is weer geen leuke vlog. En het is weer iets in 2018. Wat nog maar net een paar dagen begonnen is. Maar nu zit er alweer een smet op.
Het eerste incident heb ik alweer meegemaakt in 2018. Heel vervelend, want ik wou nou eindelijk eens een keertje een jaar gaan beginnen. Zonder problemen, zonder ruzies. Alleen maar leuke dingen doen in 2018. Maar dat is dus nu al mislukt, helaas. Maar ja, we moeten de moed erin houden en we gaan gewoon proberen dat dit het enigste incident was van dit jaar. En dat de rest van 2018 gewoon wel leuk verloopt. Met leuke dingen, leuke video's en leuke livestreams en leuke reportages. Dus ik zou zeggen, ja, ik wou eigenlijk zeggen, vonden jullie deze video leuk? Nou ja, deze video is niet echt leuk, maar doe even een duimpje omhoog voor respect. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen de groetjes van deze kant. En ik zie jullie weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.